Dit is Mike Justy en we zijn er weer, man. Nieuwe video, we gaan weer reageren op leuke TikToks. Ik hoop dat jullie er zin in hebben, want ik wel. Vergeet niet te abonneren, dan kunnen we weer beginnen. Ja toch, wat was dit ook alweer? Van mijn console, van de klap. Wap, 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 wap. Sorry jongens. Het spijt mij dat mijn humor zo laag is gezakt. Ik weet ook niet waarom dit grappig is. Ik weet niet waar heel deze video op slaat. Maar toen ik dit zag, dacht ik, bam, mam, where you wanna eat at? Ik dacht van ja, hij heeft over McDonald's toch, maar... Ja, ik wou ook dat ik dat kon, maar dan heb je eerst een nek nodig. Jongens, wij gaan weer verder. Oh, dit is ook nog steeds een klassieker. Maar meneer, in de McDonald's mag je toch altijd je feestje vieren? Iemand toch altijd je feestje vieren? Ik ben eigen constructie. Oh, kom met een ding. Meneer, maar gewoon dat hangen. Baas hier, jongens. Ja, maar zo kan ik wel nadenken. Man, dat mag gewoon niet trouwen. Want de politie gaat toch oppakken voor bami eten in de McDonald's? Oh man, ja man. Die bakkenbabi laten me denken aan die Surinaamse visdas vroeger. Geweldig. Neem het even mee naar de Mac. Dat was wel een dingetje hoor. In de Mac, je verjaardag vieren. Ja, voelde ook alsof je zeg maar alles gratis kreeg van de McDonald's. Dat was niet zo. Je ouders betalen gewoon. Ja. Een goede marketingtruc. Oeh, even een kleine onderbreking. Even gewoon een leuke onderbreking voor alle FIFA-spelers onder ons. Want er is een internationaal PlayStation FIFA Challenge toernooi. En het mooiste is, je kunt je nu al aanmelden. Er zijn 2 kwalifiers. De eerste is aankomende dinsdag, 17 mei. En de tweede is op zondag, 29 mei. Dus link in de beschrijving, waar wacht je op? Je kan je voor beide toernooien aanmelden als je het leuk vindt. En als je dan ook nog eens in de finale komt en je wint hem, dan win je €500. Cash, wat wil je nog meer? En voor de mensen die zich afvragen, Q, maar hoe registreer ik mijzelf? Nou, hier eventjes een kleine demonstratie. Je kan het doen via het console menu. Ga dan naar events toe. Kom je op een volgend scherm en zie je tournaments aan je linkerkant staan. En aan de rechterkant zie je de tournamenten staan. En dan ga je naar het internationaal PlayStation FIFA Challenge toernooi. En vervolgens zie je dan aan je linkerzijde dat je jezelf kan registreren. Heel simpel. Maar het kan natuurlijk ook via het FIFA 22 menu. Ga naar play. Vervolgens zie je quick play modus. Druk daarop. En dan zie je rechts onderin PlayStation 4 tournaments. Klik daarop. En zo simpel. Je hebt jezelf geregistreerd. Waar wacht je erop? En er is ook een derde manier om jouw FIFA 22 Ultimate Team te registreren. Het eerste wat je natuurlijk moet doen is naar het FUT-menu gaan. Jullie weten hoe dat werkt. Vervolgens heb je daar een kopje met nieuw staan. Druk daarop. Ga vervolgens naar Squad Battles. Als je dat hebt gedaan, dan kom je weer in het volgende menu. En dan zie je daar weer rechts onderin PlayStation 4 Tournament staan. Klik daarop en u registreert jezelf. Meneer of dame, waar wacht u nog op? Bitch, I didn't know the filter was on. I didn't know the filter was on. Schrik zich de pleuris, kijk. I didn't know the filter was on. Ja, ik weet niet hoe fucking hij hiervoor moet zijn. Maar, ja. Gekke dealer heb je. Hele gekke dealer. Oh, wat gek met je kleren, Harry. Kijk, let op. Ja, maar voordat we verder gaan. Het is zo uitdagend, zeg maar. Ja, waarom staat het er ook? Weet je, dit gebruik je voor een opening. Oké, daarna schuif je het weg. Anders krijg je mensen zoals deze lijve gozer. Of ikzelf. Die toch denkt van ja, laten we er even op meppen. Maar goed, hij gaat meppen, let op. Ja, die man was er niet van gediend. Meneer die hier achter stond, dacht nee joh. Hier ben ik niet van gediend. Die kleren. Hij trok zich ook de pleuris, hè. Zijn schouders zaten bij zijn oren, gek. Kijk je? Ja, boy. Laat ik het zo zeggen. Dit is gewoon jouw humor, of het is jouw humor niet. Het zit er niet tussenin. Het zit er niet tussenin dat je denkt van, oké, weet je, niet per se grappig, maar ook niet slecht. Nee, het is of je vindt het niet grappig, of je vindt het niks. Oh, wanneer je probeert te schreeuwen tijdens slaapverlamming. Oh, jongens, dat is zo eng. Kijk. Oh... Oh. Wat de f*** ben je aan het doen? Wat de f*** is je probleem? Kijk. Oh. Ja, die heeft een verdomd goede dealer. Dat kan ik je wel vertellen. Die heeft de beste spul in de stad, man. Oh. Wat was dit ook alweer? Mag
just don't want to know because for 24 years I've been looking at the fuck is this? Oh man, ik was het eventjes vergeten. Wat lijk ik toch mooie video's, Laten we één poging doen om te horen wat ze precies zegt. Vorige keer lees dat ik op mijn telefoon, nu heb ik een koptelefoon op. Ja, jij wel. Ah jongens, ik heb het daar weer zin. Oh jongens, dit is zo'n mooie challenge. Als ik dat gelijk zo zeg, dan, het gaat om het filmpje wat erna komt. En dan kan iedereen nu denken, ja Q. Maar ik heb niks gezegd. Het filmpje achter deze challenge, daar gaat het om. Catch a paper seed or kisses. Ja. Kijk. Doe dat. Zo mooi, zo ja. Het is altijd zo te verwachten. We hadden het vorige keer met de emo chick. En nu zo. Ja. Prachtig. Kijk. Ja, ik ga daar zo goed op. Oh jongens, dit is ook zo grappig, jongen. Ja, deze man is grappig. Ik heb laatst toevallig een video met hem opgenomen, samen met kleine John. Hij heeft een keer een video voor mij gemaakt, dat hij mij nadeed. Althans, kon gebaseerd zijn op mij. Ik ga goed op zijn video's. Met een jongen uit Rotterdam, daar komt hij hoor. Stedentakkie. Vaas, schatje, laten we wat gaan kanen dan. Ja, laten we naar Isakaya gaan. Wat zeg je maar nou, kerel? Waar wil je dan naartoe? Weet je die kraampje waar je mini-loempjes kan kijken? In West. Beweeg naar daar, kerel. Maar ik wil sushi. Shitdamme, man. Ja, hij kan zo goed acteren, ik zweer het. Zo mooi, hij weet ook precies het accent na te doen. Van, maakt niet uit welke stad, waar je vandaan komt, hij kan het na doen. Ja, prachtig. Hier. Weet je die kraampje waar je mini-loempjes... Mini-loempjes kan kijken. Ja, zo mooi. En hij heeft meerdere, hoor. Jongen uit Rotterdam ligt in coma, komt hier, point of view. Ik hield zoveel van deze jongen. Dat is toch wel de laatste takkie. Mos, smeer me niet aan. Ja, geweldig. Besef hè, zeg maar, sinds hij dit soort dingen zegt. Ik zeg het nu ook heel de dag. Mos, dit is toch wel de laatste takkie. Ja, prachtig. Point of view, Rotterdammer op een begrafenis. Komt duur. Enormos. Je loopt nog steeds de dag, hè, kiel. Je bent op een rust. Op een rust, hè. Hey, ik ga door eens, hè. Tamara. Ja, geweldig. Geweldige gozer, jongen. FaceTime met dames be like. Ik wil die pijn niet meer voelen. Mos, dit is toch wel de laatste takkie? Is er soms een probleem? Ja, dit is of zo. Heb ik dat gezegd? Nee, weet ik zeker. Mos, dit is toch wel de laatste takkie? Oh, geweldig. Geweldig, man. Dit is toch wel de laatste takkie? We kunnen natuurlijk geen TikTok-favorieten kijken zonder onze grote vriend Appie Moussa voorbij te zien komen. Hey, wil je niet dansen? Nee, mijn meiden zijn daar. Klopt. We hebben 2 uur voor gereden. Ja. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. 2 uur gewacht in de rij. Dat klopt. 50 euro betaald. Het was duur. Het stinkt hier. We staan voor de wc. Deze party duurt tot 4 uur. Precies. Ja, ik kan het ook zo mooi acteren. Maar dit is precies, jongens. Iedereen heeft denk ik deze fase meegemaakt. Voor mij, toen ik voor het eerst naar de club ging met mijn boys. Toen was ik een jaartje of 15 of zo. Ging ik ook gewoon tegen de muur aan staan. En ik dacht van ja, dat is cool. Wel. Dan zijn in de club om te dansen. Mensen willen movies gooien. Maar ik dacht ja, hè? Let me be that guy. Ja, ja. It is what it is. What's the most attractive language? It's Espanol. Damn, sorry. Como es... Ik wil hier niet om lachen. Maar ik ga eenmaal goed op die. Ah. Maar is het van iemand die slaapt of zo? Dat hebben ze nu een hele sound van gemaakt. Ik heb trouwens nog een TikTok daarvan. Van Bas Dos, jongens. Bas Dos. Jongens, ik. Sorry alvast. Zeg eens wat tegen de supporters. Ga mij niet zeggen dat dit niet grappig is. Besef gewoon, ik zat gewoon rustig op mijn telefoon. Ik lach volgens mij zelfs met mijn telefoon. En ineens zie ik dit. Ik denk van ja, ik weet niet, misschien gaan ze een miempje erachter plakken of zo. Misschien gaat hij iets grappigs zeggen. Misschien, ik weet niet wat ik moest verwachten. Maar ik had in ieder geval niet dit verwacht. Ik kom niet. Pas Dos, wat doet u nou allemaal? Pak een kleine man. Rustig, ja, over herkenbaar gesproken. Rustig man. Mooie auto.
Ja, dit is hetzelfde met mensen die je niet willen leren. Bro, kom op, ik moet zo naar mijn oma. Zie je oma hier ergens? Nee? Oké! Okay. Ik ga af aan Volkswagen. Yo, wat de f*** doe ik? Oh, bro, hart in je keel. Ik heb dan nooit met mijn auto gehad, maar met mijn fiets. Daar heeft hij ook een video van gemaakt. Waarom zeg ik nooit nee? Heb ik ook gereageerd. Ik snap het niet, man. Altijd. Als je iets nieuws hebt, dan is iemand van, hé, laat me even uittesten. Oh, en dan ging ze met mijn fiets weg. En dan, en dan bleven ze te lang weg. En toen dacht ik al, van ja, als ze nu niet terugkomt, mijn ma gaat me afmaken. Ik denk dat iedereen wel in zo'n fase heeft gezeten. Zij is echt het perfecte voorbeeld voor als je zeg maar, op een gegeven moment komt er zo vaak een hype op jouw For You page dat je het zat begint te raken. Dit is zo'n gevalletje. I actually do cast a little. Oh yeah, do you? Yeah, also. What's your favorite character? Probably. You lelijke Abby Band! Helemaal niet, maar ja, ik ben zelf ook die Barkie, dus daar ga ik goed op. Daar ga ik heel goed op. Nou jongens, er komt even wel eens af. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie later. Doei!